Van 25 tot en met 28 februari was het weer zover. Tuinidee Den Bosch opende opnieuw haar deuren. Deze keer besloeg de beurs maar liefst 5 hallen. In de hal waar u binnenkwam stond de bekende hovenier Jurgen Smit. Hij had een hele hal tot zijn beschikking en gaf snoeidemonstraties en beantwoordde vragen uit het publiek. Om daar een klein stukje van terug te knippen, dat heeft dus geen zin. Want daar gaat hij weer uitlopen en dan bloeit hij nog meer bij de buren. De leestuin was een ware inspiratieoase op Tuinidee. U kon er terecht voor prachtige tuinboeken, mooie vogelkunst bewonderen en garden tours beantwoorden tijdens het groenvragenuur al uw vragen. Dat natuurlijk onder het genot van een kopje koffie. Voor verschillende nuttige tuinlezingen van gerenommeerde tuinarchitecten en hoveniers over de inrichting en het onderhoud van uw tuin of balkon, kon u dit jaar terecht in het tuininterieurpaviljoen. Traditiegetrouw vindt elk jaar tijdens Tuinidee de finale plaats van de nationale beroepenwedstrijd tuinaanleg. Jonge vakmensen in opleiding leggen op de beurs binnen 2 dagen een tuin aan die moet voldoen aan voorafgestelde criteria. De winnaars mogen zich een jaar lang beste vakman of vrouw noemen en vertegenwoordigen Nederland tijdens de wereldkampioenschappen tuinaanleg. Op het Kwekersplein deed u nieuwe inspiratie en ideeën op voor uw tuin. 5 gespecialiseerde boomkwekers realiseerden op een oppervlakte van 325 vierkante meter een compleet paviljoen met 5 inspirerende modeltuinen. Hier was ook de tuindokter te vinden, te herkennen aan de witte jas. Hij was aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Ieder jaar wordt ook de Tuinidee Award uitgereikt. Er waren 5 exposanten genomineerd. Stoepje Groen levert gemakkelijk en snel groente uit eigen stoep. Een nieuw soort kant-en-klaar tuinscherm van 100% duurzaam kastanjehout. Kunstpalmbladeren en kunstriet voor elk dak met exotische uitstraling. Weerbestendig en onderhoudsvrij. Een nieuwe hefboom snoeischaar met maar liefst 3 standen zodat u moeiteloos takken tot 22 mm kunt snoeien. En voor de kleintjes onder ons was er de Pipo-wagen. Compleet met eigen deurbel, kekkergordijntjes en brievenbus was dit de winnaar van dit jaar. Over die kleintjes gesproken, die kon u gewoon gratis meenemen. In de opvang konden zij lekker knutselen. Uiteindelijk is Tuinidee Den Bosch door meer dan 25.000 mensen bezocht. Een zeer geslaagde beurs voor iedere tuinliefhebber.